Breda Nu. Je weet het meteen. Ik wil jullie heel hartelijk welkom heten. Waarom een beweegtuin? Een beweegtuin hebben we voor gekozen omdat het past in de interventie die we hebben gesteld. Waarin we het belangrijk vinden dat steeds meer mensen in een verpleeghuis gaan bewegen. Om aan die landelijke norm van 30 minuten te voldoen, hebben we gekozen voor lekker buiten bewegen. Dat in combinatie met de wijkbewoners willen we daarin betrekken. Maar ook heel kleinschalig, heel snel, lekker bewegen buiten in je achtertuin. Nou, en als je ziet, hebben wij hier een kleine tuin gerealiseerd. Maar waarom is bewegen eigenlijk zo belangrijk? Ja, het is ook veel in het nieuws. Ouderen bewegen ook te weinig. En daarom willen we eigenlijk met deze tuinen bewegen in de wijk en in ons verpleeghuis zelf gaan stimuleren. En bewegen is gewoon heel belangrijk, ook voor de bewoners die hier zitten. Vaak hebben ze ook dementie. Het is gewoon bewezen dat beweging ervoor zorgt dat je gewoon langer vitaal blijft. Zowel fysiek, maar ook mentaal. En dat hele proces is gewoon belangrijk. En zelf ben je hier fysiotherapeut, zei je net. Ga je ook van deze tuin gebruik maken met de cliënten? Ja, zeker weten. Vooral nu met het mooie weer is het gewoon fijn om buiten te gaan trainen. Dus dan gaan we zoveel mogelijk naar buiten. En wat deden jullie hiervoor voor oefeningen met de cliënten? Ja, natuurlijk binnen gewoon de reguliere oefeningen in de fysiozaal. Maar we gaan sowieso al heel vaak naar buiten om functioneel te oefenen. Maar ook om te genieten gewoon van het weer en van het buiten zijn. En dan gaan we bijvoorbeeld ook gewoon oefenen met verschillende ondergronden, met hellinkjes, met balspellen. Dus eigenlijk dat. De mogelijkheden zijn eindeloos eigenlijk. Ja.